Oké, het is week 15, weer een nieuwe vlog vanuit de Ruiter Experience Center. We hebben een week achter de rug met wisselend weer. Afgelopen weekend was het Kom in de Kars en waar we uiteraard ook mee deelgenomen hebben, zeg maar. We hebben bijna 6000 ijsjes uitgedeeld. De helft aardbeienijs en de helft paprika-ijs. Dus het was voor de consument ook erg leuk om kennis te maken met onze aardbeientak, zeg maar. Verder is het zo dat het weer is wisselend. Het is echt april, doet wat hij wil. Dus het is ook af en toe regen, af en toe kou, af en toe bewolking. Al met al groeizaam weer. En laten we even nu naar het gewas gaan kijken. We gaan deze week focussen op twee rassen, Quinita en Strabini. En met die twee rassen wil ik drie kassen laten zien. Dus twee onbelichte kassen en één belichte kas. En wat is het verschil tussen die twee onbelichte kassen? Is dat we in de ene onbelichte kas hebben een etmaal gedraaid de afgelopen weken van 20 graden. En in de andere onbelichte kas hebben we een etmaal gedraaid van 18 graden. En daar is toch wel een groot verschil in plantopbouw. En waar ik nu sta, dit is Quinita in de kas waar we dus 20 graden etmaal hebben gedraaid. En wat je ziet is een slanke plant, weinig paars in de kop, maar wel in balans en toch een voldoende aantal bloemetjes aan de tros. Nou, als tweede de Strabini in de kas met hoog tempo, laten we het zo zeggen. En ook hier zie je een slanke kop, een mooie enkele trossen met toch voldoende bloemetjes. En wel iets paarsverkleuring, maar straks zul je zien in de kas waar we minder tempo maken, dat je daar meer paarsverkleuring ziet in de kop. Net verhuisd van kas met hoog tempo naar de kas met iets lager tempo. En dat wil zeggen dat we daar draaiden we een etmaal van 20, hier draaien we een etmaal van 18. En dat zie je duidelijk terug in de plant, want we hebben een zwaardere kop. We hebben bij Quinita nog steeds mooie enkele trossen, maar wel meer bloemetjes per tros. Verder is het zo dat hij staat goed krachtig te groeien. Maar achteraf zeggen we hadden hier iets meer tempo kunnen houden. Een ander aandachtspuntje voor deze week is het brix-getal. En met de brix gaan we vandaag vergelijken tussen de onbelichte en de belichte kas. En de Quinita onbelicht meten we 8,8 brix. Dus dat is best een hoog getal. Nu bij de Strabini in de onbelichte kas. En met het lage tempo zogezegd. En wat je hier ziet is ook echt een zwaar groeiend gewas met veel paarsverkleuring in de kop. En wat ook heel specifiek is voor iets lagere temperatuur met meer licht, is dat je wat dubbele trossen krijgt. En hier zie je bij enkele planten echt wat dubbele trossen ontstaan. Ja, dat geeft wat extra snoeiwerk en dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus ook hier achteraf hadden we iets sneller kunnen gaan. Daarnaast is het zo, ook hier hebben we de brix gemeten en hier meten we een brix van 7,8 bij de Strabini. En zoals iedere week, ook deze week hebben we weer wat data te delen en die komt zojuist in beeld. Zojuist verhuisd van de onbelichte naar de belichte kas. Het licht gaat steeds minder echt invloed hebben. Wat we hier wel zien is een gewas wat goed in balans staat. Hier draai je ook een hoog tempo, dus draai je etmalen van 20, maar de dagen zijn hier een stuk langer als in de omlichte kas. Want hier gaan we nog steeds 's nachts om 4 uur de lamp aanzetten. Daarnaast zie je hier ook een plant wat behoorlijk paarsverkleuring hebt, behoorlijk veel bloemetjes aan de tros, zeg maar. Maar wel netjes in balans. Verder hebben we hier ook de brix gemeten en we zaten hier iets lager als in de omlichte kas. We zaten hier aan een brix van 8. Als laatste vandaag de Strabini in de belichte kas. Zoals jullie weten is die op 1 november geplant. Inmiddels hebben we de 26e tros in bloei. Dus het gaat echt behoorlijk voorspoedig. Vorig jaar halen we 50 trossen, dus we gaan zien waar we dit jaar uitkomen. Verder is het zo dat hier zie je ook veel paarsverkleuring. Hier hebben we een brix van 7,8, dus vergelijkbaar met de onbelichte kas. Dus zaten we met de Quinita een tikje lager, zitten we met de Strabini op hetzelfde niveau in de belichte als de onbelichte kas. Als laatste nog een kleine update over de witte vlieg. Dat gaat op het moment echt fantastisch en de makelovers komt goed op. Druk die gaat naar beneden
En dus eigenlijk behoorlijk biologisch allemaal opgelost. Verder is het zo dat qua rupsen, toeta, andere rupsen hebben geen enkel probleem. En dat hebben we vooral te danken aan het insectengaas wat we geïnstalleerd hebben. Ja, en zoals ook gebruikelijk iedere week gaan we ook deze week weer een klein beetje data delen. Dus bij deze komt het in beeld. Tot zover de vlog van deze week. En ik zou zeggen tot volgende week.